En we zijn live. Live, yes. Nou, dan gaan we wachten tot ons zaaltje volloopt. Gelukkig mogen er in ons zaaltje meer dan 30, Chris. Ja. Dat scheelt echt enorm. We hadden het net over met onze gast. Ja. Die halen we er zo meteen bij. Want het zaaltje met mensen, waar normaal 50 of 100 mensen in gaat, zijn de fysieke zaaltjes nu beperkt tot slechts 30 mensen. En morgen, geloof ik, toch? Als ik het goed heb. Morgen zijn er nieuwe maatregelen. Ja. Regels op maat, jongens. Nou, jullie weten het allemaal, het sterfcijfer daalt met de dag. Net zoals het aantal fysieke doden, er is niks meer van over. Dus we gaan alle regels aanscherpen, dat lijkt me duidelijk. Ja, dat is toch logisch? Hoe minder doden, hoe minder zieken, hoe strenger de regels. Ja, precies, heel logisch. Precies. Ja. In de omgekeerde wereld is dit de meest logische stap. Nou, dat zeg jij heel goed. Ja, want alles is omgekeerd. Inderdaad. En iemand die alles is een scam, natuurlijk. Alles is een scam. En iemand die daar alles van af weet, mensen. Dat is Frans Heslinga. En we kunnen Frans er nu bij halen, want we zitten inmiddels al op een zaal met 83 mensen zonder mondkapje. Dus dat is echt een feestje. Doe alsof je thuis bent, mensen. Ja, daar komt hij, Frans Heslinga. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben altijd zo blij als jij bij ons bent. Hè. Ik vind het altijd zo mooi en ik vind het ook zo leuk als wij dat aankondigen dat jij komt. Dat ik dan van mensen een pb'tje krijg van, oh, Frans komt er weer. Ja, en lekker met zijn droge humor. Ik moet altijd zo om jou lachen, echt waar. En dan met zo'n bloedserieus gezicht en dan maak jij een opmerking. Nou, echt waar, dan ga ik weer helemaal stuk. Dat heb ik bij gewoon in de broek. Ja, dan plas ik gewoon alles eronder hier. Het is hier altijd één grote smeerlapperij. Want ja, ik moet altijd zo lachen. Maar goed, even serieus. Welkom bij het podium, we zijn er weer. Ja, nou, we zitten al op 125 mensen in onze zaal. Dus de tweede zaal is ook al open, dus dat gaat lekker. Dat is genoeg mensen om gewoon van te steken. Echt geweldig allemaal. Nou, kijk. Delen. Goedenavond allemaal, Sandra. En hallo allemaal. En iemand zegt hier, hallo Frans. Hallo Frans. Dit is er ook, is er weer. Dag Geertje. Ja, nou Geertje is kijk, Ian Wilkie, doe alsof je thuis bent. Doe alsof je thuis bent. Ja jongen, doe alsof je thuis bent. Wij doen allemaal alsof niemand thuis ruikt die sokken voor 2-3 dagen oud, jongens. Geen probleem. Lessen lekker op tafel. Chris. Ga lekker maar zitten. Ik deed net mijn best een beetje serieus te doen, maar dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Nee. Serieus onderwerpen. Laten we gewoon eens Frans even het woord geven anders in. Ja. Ik geef Frans het woord. Frans, ik geef jou bij deze het woord. Ga eens even in op de actuele stand van zaken in de wereld. Wat is jou allemaal onder ogen, ter oren gekomen? Waarvan opgevallen. Je dacht, oh ja, daar zal ik eens even wat over zeggen vanavond. Hebben jullie meegekregen dat ik, of dat we 10 minuten geleden het bericht kregen dat Joe Biden teruggetrokken is van als presidentkandidaat. Meen je dat? Wat? Vervangen door Hillary Clinton. Wat? Nee, dit kan niet waar zijn. Dit is wat ik voorspeld heb. Dit is wat ik gezegd heb. En nou, weet ik niet, maar hij bleek al een paar dagen niet ventebaar. Ik kreeg net een bericht binnen, een kwartiertje geleden. Van een Amerikaanse nieuwszender. Breaking en Joe Biden is weg. En wordt vervangen door Hillary Clinton, zeg maar, voor 3 november, dan is de verkiezing. Nou ja, ik moet wel weten wie dat gaat winnen. Of er is iets heel raars aan de hand. Of... Er is iets heel raars aan de hand. Heel raars. Wat zijn jouw gedachten hierbij, Frans? Want die van mij lopen over inmiddels. Nou ja, die mijn ook. Joe Biden, ik vraag me af of die een, nou ja, een banaan van een kruiwagen kon onderscheiden. Dat was geen slimme man. Het was geen handige man. Het is nooit iemand die de hand uit de mouwen stak. Hij is op zijn 20e geloof ik als congreslid begonnen en heeft sindsdien geen werkplek ergens gezien. Dus Joe Biden was absoluut geen snelle, geen handige, geen intelligente man. Hij wilde die live discussies met Trump, dat wilde hij ook eigenlijk niet eens doen, want hij wilde dat doen vanuit zijn eigen kantoor. Yeah. Dan de teksten. Hebben jullie laatst gezien dat hij hij gaf een speech. En hij zei zoiets van, ik denk, wat is hij nou aan het doen? Maar hij zat letterlijk dus de tekst van zijn souffleur na te lezen. Ja. Dus dat hij nu vervangen is,
is denk ik een tactische zet, omdat hij niet de kandidaat was om Trump te gaan verslaan. Nee, maar dan krijgen we good old Hillary. Verschrikkelijk. Nou, ja, die heeft nu al voor de derde keer is deze greep naar de troon aan het en dan gaan we nu. Dit zou toch wat zijn? Ik heb altijd gezegd, als Trump wint, krijgen we nog een keer via Crush the Plan. Maar als Hillary wint, dan krijgen we gewoon IS 2.0. Ja, precies. Nou, het is niet mogelijk dat iemand 2 weken een kandidaat, zeg maar, voor de verkiezingen. Wat wil die brengen? Wat heeft die voor boodschap? Ik bedoel, die is uit zicht geweest. En waarom precies alleen zij? Allemaal gezond. En dit trek je niet meer recht. Dus het is uit arren moeder. Zeg maar dat, ik denk dat Joe Biden niet meer functioneert. Of het nou een kloon is of niet, dat laten we even in het midden. Maar ik denk dat hij niet meer functioneert. En dat hij dan vervangen moet worden. Maar dit is wel een noodoplossing. Want in wat je zelf al zegt, zo ver in het proces inderdaad een presidentskandidaat wijzigen, dat is eigenlijk niet te doen. Nee, maar goed, je hebt ook niet iemand die seniel aan het worden is, ook aan het woord laten, zonder dat er iemand naast staat die zegt wat hij moet zeggen. Dus, ja, dit was natuurlijk al heel lang duidelijk, hè? Ik bedoel dat die Joe Biden zo seniel als een deur is. En ik geloof er niks van dat dit een noodgreep is. In mijn optiek is dit gewoon helemaal volgens plan. Er was Hillary dan een runner-up, zeg maar. De vice president of Joe Biden. Ook niet, dus ze wordt eigenlijk in één keer naar voren geschoven. Nou ja, ik zeg net, uit arren moeder, hetgeen betekent dat er anders kennelijk niemand is. Of geen kandidaat die ook maar bekendheid geniet. Of ja, waarvoor de Amerikanen weten waarvoor men staat. Dus even afgezien van een naamsbekendheid, je moet ook weten waar iemand voor staat. Als je dat niet weet, dan hoe moet je dat dan nog stemmen? Ja, maar goed, we weten ook uit het verleden hoe Trump en Hillary Clinton met elkaar in gesprek raakten. Ik ben benieuwd wat het Amerikaanse volk hoe die daarover gaat stemmen. Nou ja, goed, het is circus, het is chaos, het is zo wat we gepresenteerd krijgen. Ik bedoel, we moeten er ook verder misschien niet al te lang, maar het zal morgen wel overal staan, neem ik aan, in het nieuws en zenders. Wow. En ja, wat er dan gebeurt is dat het lijkt me voor Trump een gelopen weg, want om iemand nu nog 2 weken voor tijd op te poetsen, hè, want ze was al niet in goede gezondheid. Nee, echt niet. Haar zien zwalken, ja. Dat kan natuurlijk ook door andere dingen, maar ze is niet goed gezond. En als je dan deze job wil runnen voor 4 jaar, dat gaat hem ook niet worden. Dat gaat hem ook niet worden. Dus, ja. Wat vind jij eigenlijk van al die conspiracies rondom Trump en Hillary Clinton en weet je wat Q eigenlijk allemaal brengt? Wat vind jij daarvan? Nou ja, de geschiedenis van Q gaat natuurlijk al heel lang terug. He, dat is al, dat is niet van de laatste week of een ideetje van Trump. Dat is natuurlijk al ver daarvoor is dat in een soort van programma gezet. Dus wij kijken nu naar een soort finale. En waarvan Trump ook al zelf weet dat hij dat niet in 4 jaar voor elkaar krijgt. Dus het compleet opruimen van de hele kabal, inclusief al hun wat eigenlijk weer voortkomt uit de Khazaarse maffia. Dat is eigenlijk oorspronkelijk waar het vandaan komt. Die Khazaren, dat was een heel onfris volkje, die iedereen beroofde die door het land trok en meesters waren in het aannemen van andermans identiteit. Dus als jij zeg maar handelslieden overvalt, hè, en je pakt hun identiteit af en hun kleren en hun dingen, en dan gingen zij door voor die man. En op die manier zich ook verder te verrijken. Ja. Maar ik ben nu bezig om dat een beetje uit te pluizen, wat er allemaal werkelijk is gebeurd en hoe die machtsstructuren hebben kunnen komen. Hoe is het gekomen dat men op al die posities van media, van banken, van regeringsinstituten, hoe is men daar gekomen? Wat is de legaliteit, zeg maar, van dingen of van regeringsleiders om dat te doen? Ja, en zijn ze in a way, zoals Q dus stelt, ook bijvoorbeeld corrupt? Want hoe is het mogelijk dat nu Joe Biden überhaupt weg is, dat Hillary Clinton, van all people,
of all people. Dus zij dus inderdaad, en zij speelde natuurlijk een centrale rol in al die Pizzagate dingen. Ze is een hartstikke controversieel figuur. Hoe kan het eigenlijk dat zij überhaupt niet onderwerp is van een onderzoek of zoiets? Of weet je daar iets van? Hillary Clinton? Nou ja, die ronselde zelfs al kinderen tijdens de aardbeving op Haiti. Precies, maar hoor nou wat we bespreken inderdaad. Ik bedoel, deze vrouw gaat nu waarschijnlijk president worden. Is het niet op een gegeven moment erg? Ja, maar ze kan er in ieder geval een gooi naar doen. Is er niet iemand of een instantie die zegt van jongens, wacht eens eventjes. Meneer Chris, zij heeft 4 jaar geleden rechtstreeks verloren van Trump. Ja. En Trump heeft dingen gedaan ver buiten het bereik wat wij toen konden zien. Dus zijn positie is vele malen sterker nu dan dat het 4 jaar geleden was. Dus hij hoeft niet bang te zijn voor die meneer Biden helemaal niet, maar voor Hillary nu ook niet. Tenzij, kijk, je had net het woord corruptie in de hand. Dat kan op 2 manieren. Je kunt mensen corrupt maken door bijvoorbeeld met geld te komen. En dus je hebt een grote zak met geld of nummers en dit is voor jou. Of je dwingt ze in een soort af te persen situatie, bijvoorbeeld met kinderen of met kinderpraktijken en dergelijke. Die Jeffrey Epstein, die werd natuurlijk ingehuurd om politici en mensen van banken, media en dergelijke iets moois te beloven. Uiteindelijk waren ze dus chanteerbaar. Dat wil zeggen niet zozeer voor geld, maar wel voor activiteiten die ze moesten doen. Ja. He, dat is allemaal een truc om mensen uiteindelijk, die misschien wel deels goed willen zijn, maar om die toch dingen te laten doen wat jij wilt. Ja, net zoals Ronald Bernard bijvoorbeeld. Je kent toch wel Ronald Bernard? Die man uit Nederland die dus voor de... Ja, precies, die bankier. Nou ja, die heeft op dat moment aangegeven toen hij een kind moest doden, dat voor hem de limit was op dat moment. Ja. En iemand breekt dan op dat moment. En nou ja, dat is voor hem dan stop en einde verhaal. He, en dan mag hij nog blij zijn dat hij daar uitgesprongen is. Want ja, met zoveel kennis die je dan hebt over wat er gebeurd is. Maar ja, wat vind jij bij zijn verhaal? Hij is 2 keer bij mij geweest met het financiële verhaal, zeg maar, over de blije B. Nou ja, zijn verhaal is wel open. Ik weet alleen niet of hij helemaal de... moet zo uitkijken vandaag de dag met waar je wel achteraan gaat en waar je niet achteraan gaat. En we hebben... Kijk, je kan een opvang gehad als mensen de traditionele banken niet meer willen. En de Rabo en de ABN en ING overigens voor goede redenen. Dan kom jij met een nieuw concept, hè, de blije bank, wat dan later de blije B wordt. Maar volgens mij is die vandaag de dag er nog niet. Nee, maar hoe gaat zo'n bank vandaag de dag nog vorm krijgen? Want hoe zie jij de toekomst van het, of de meest nabije toekomst van het financiële systeem? Nou ja, dat gaat allemaal wijzigen. Dat gaat allemaal wijzigen. Het was een systeem waarbij ingebouwd werd dat het, nou ja, vroeg of laat zou springen. Dus dat springen, dat kijk, achter de schermen wordt een nieuw systeem voorbereid. Hè? Maar ik heb me de laatste tijd niet in verdiept, maar ik denk wel dat nu, dit jaar of volgend jaar ook gaat gebeuren. Omdat het systeem eigenlijk een beetje niet meer te hanteren is. Net QFS, hè? Quantum Financial System of iets dergelijks. Ja. Oftewel, dat is dus eigenlijk een soort artificial intelligence oplossing voor een digitaal credit, social credit systeem met dus digitaal geld eigenlijk. Ik heb daar op een gegeven moment een hele podcast over gezien, dat was meerdere. En het is ook inderdaad zo, ook qua reglementen, ja, dat is ongelooflijk. Nu heb je dus een systeem waarbij dus de banken eindeloos tot 10 keer geld kunnen printen als wat ze in huis hebben, geloof ik. Weet je wel, die verhouding ongeveer, toch? Maar nu is dat zometeen compleet limitless en kunnen ze eindeloos credits voor zichzelf blijven drukken. Ja, het is in ongetwijfeld weinig voor de burgers. Maar goed, wat is jou eigenlijk het meest opgevallen de afgelopen weken? Qua tendens van de samenleving of qua je eigen gevoel? Nou, daar kan ik heel vrij eerlijk en kort over zijn. Eigenlijk heel weinig. Want ik had een grote taak mezelf op de schouders gelegd. En dat is dat ik op 15 oktober een grote presentatie over Tartaria moest voorbereiden. En dat heeft werkelijk alle tijd opgeslokt, zeg maar, die beschikbaar was om dat te doen. Dus dat betekent dat je iedere dag
ja, soms 6, soms 7, soms 8 uur daarmee bezig bent en de volgende dag weer. Je kunt alleen een paar plaatjes bij elkaar zetten. Je moet ook heel veel dingen lezen, onderzoeken en nakijken. Ja. En er zijn er nog vragen waar ik nog niet uit ben. Dus waar ik wel nog steeds mee bezig ben. Dus ik heb wat minder. Ik moet van jullie nu horen dat er morgen weer wat komt. Ja, nou, morgen blijkt er een van de persconferenties te zijn. Maar aangezien over Tartaria begint, dat vind ik ook zelf super interessant. En de kijkers weten ook dat ze daar recent iets over hebben gezien. Dan gaan we niet je hele presentatie behandelen. Maar kun je ons een soort elevator pitch geven? Wat is Tartaria volgens jou? Nou ja, dat is vrij makkelijk doen. Dat is. Laat ik om te beginnen dat zeggen. Dat men er alles aan doet. Dat de geschiedenis, zeg maar, daar niet over bericht. Dus de mensen die weten dat niet, de kinderen weten dat niet. Wat er eigenlijk is gebeurd, is dat er een wereldmacht was, een Great Tartaria, zeg maar, wat Europa, wat Rusland, Siberië, Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, vrijwel de hele wereld omvatte, behalve delen van Afrika en China. En dat deze wereldmacht kennis had om prachtige structuren en machines te bouwen, met dat gevolg dat men beschikte over, zeg maar, vrije elektromagnetische energie. Het is energie die de aarde zelf genereert op het totale aardse vlak. En deze mensen hadden door vorm, symmetrie, geluid, cymatics dus, waren zij dus in staat om zichzelf te voorzien van vrije energie, in die zin dat je dus lampen kunt laten branden en andere dingen kunt doen zonder dat er een stekker aan vast zit. Ja, heel bijzonder. Zo dat wanneer de atmosfeer, zeg maar, rijk is aan deze ether energie, wat je dus zelf kunt opwekken door middel van de gebouwen, wij noemen ze gebouwen, maar het zijn machines. Dat betekent dat planten, dieren, bomen, mensen allemaal veel beter groeien, gezonder zijn, lustiger, vrolijker dan zonder. Dus de Tartaren waren ook allemaal bijna 2 keer zo groot als dat wij waren, 1,5 tot 2 keer zo groot. En het fruit en het groente en alles wat leefde, omdat de energie die men genereerde via de grond en de lucht in rijkdom aanwezig was. Ja. Nou, en wat er toen gebeurd is dat hele rijk van de Tartaren, zeg maar door water, ook stromingen, maar vooral moddervloed, is vernietigd. Vernietigd, omdat we de restanten van een gigantische wereldwijde ramp met modder, blubber hebben we het dan over, kunnen constateren. Dat betekent dus dat grote delen van steden en gebouwen die staan eigenlijk in de grond. En op de verharde modderlaag, die resteerde, zijn nieuwe wegen en straten gebouwd. Dat betekent dus dat we aan kerken, kathedralen, grote gebouwen, universiteiten, postkantoren en dergelijke al, wat we duidelijk kunnen zien, en wat ik ook laat zien, zeg maar, in de presentatie, is dat soms de helft of een derde en soms 2/3 van het gebouw onder de grond staat. Wauw. Dat betekent dus dat er liquefaction is toegepast, dat wil zeggen een vernietiging door geluid, omdat je met geluid, zeg maar, in wezen harde grond kunt omzetten in natte grond. En wat er dan gebeurt, is dat de modder omhoog komt, en soms zakken de gebouwen ook letterlijk recht naar beneden. Ja. Een soort drijfzand. Sorry? Het kan een soort drijfzand worden inderdaad, zeg maar. Nou ja, het is met Nieuw Madrid, dat was in 1915, was dat ook dat stond ook letterlijk in de geschrift, dat dan de modder kwam als het ware omhoog. En ik weet niet of je dat toen in Japan gezien hebt, zeg maar, waarbij ook het water en de modder als het ware uit de grond komt. Het lijkt net of Japan, althans een deel daarvan, drijft op modder en water. En dat een aardbeving, dat het dus allemaal naar boven komt. Nou ja, wat er dan gebeurd is, en dat gaat over honderden jaren, dat is dat de werking van al deze machines, die sinkholes hebben daar ook mee te maken. De sinkholes hebben te maken dat de lagen worden afgesloten met een nieuwe laag, maar wat daaronder zit, zeg maar, aan gebouwen en ook tunnels en dergelijke, dat is niet dicht. Dat zit niet 100% dicht. Dus vroeg of laat, dan kan dat inzakken. Wauw! Maar, ga door. Nou ja, goed.
Maar het punt is dat, dat wat wij denken dat zeg maar rampen waren of branden, hè, de grote branden van Chicago, de brand van New York, de brand van Philadelphia, hè, dat zijn allemaal heel bewuste dingen geweest. Ik heb wel een heel mooi voorbeeld van een kathedraal, zeg maar, wat zijn nooit door de kerken gebouwd. Hè. De katholieke kerk heeft nooit een kathedraal gebouwd. Dat zijn machines van de Tataren die één ding moesten doen, en dat is energie genereren. Maar die kathedralen genereren zoveel energie dat als je daar naartoe ging, bijvoorbeeld als vrouw, dan moest je al een hoofddoekje omdoen, omdat het haar, wat werkt als een antenne, dat dus en die gewoonte hebben we nog steeds, hè, dat mensen als ze naar de kerk doen, een hoofddoekje om, alleen die kerken die functioneren niet meer. Maar je moet zien dat die Tartaren die wisten dat vorm, symmetrie, geluid, het wordt nog ingewikkeld. Het gaat om de taal die men gebruikte. De taal bestond uit karoen en runen, dat zijn de symbolen. En die symbolieke taal, die zitten verwerkt in de gebouwen. En dat herkennen wij niet, omdat onze taal, die wij nu hebben, Nederlands of Duits of Engels, die geven niet die symbolieke, die gevoel en achterliggende sleutels, wat de taal werkelijk is. Maar de Tartaren, die wisten dat wel. Dus wij kunnen dat niet lezen, wat er allemaal in relief op die gebouwen zit. Maar zij wisten hoe ze daarmee de gebouwen, als het ware, leven kregen. Wauw. En tot wanneer was de laatste modderstroom? De laatste uitroeiing was rond 1940. En wij denken dat de Tweede Wereldoorlog, dat het ging over Hitler en wow. Maar er is een systematische, ik zal het even uitleggen, die Tartaren, de eerste naam, dat waren Aryans. Aryans heette dat, maar dat betekent eigenlijk bevolking van de aarde. En die mensen die daar wonen, dat werden Rus genoemd, R-U-S, met één S. Dus eigenlijk zijn de Russen, de Russian, is eigenlijk de oorspronkelijke bewoners van de aarde. Maar er is een tendens dat men die dus wil uitroeien. Daar ook dat Napoleon en Hitler tegen, trouwens ook Amerika moet tegen Rusland. Men wil die Russen, die Khazarse maffia, zeg maar, die wil dat eigenlijk vernietigen, omdat dat de eerste oorspronkelijke bewoners zijn. En daar komt het eigenlijk vandaan. Nou ja, het is een heel uitgebreid verhaal met heel veel dingen die wel op hun plaats vallen. Hoe lang heeft het Tartariaanse Rijk geregeerd? Geschriften die ik heb van toen, moet je ook denken aan die drie gevonden stenen, zeg maar. Dat is ongeveer 7000 jaar geleden. Jee, jaartelling, dat is in de jaartelling van de Tataren zelf. Zij hadden een andere kalender, zij hadden een Grugolet, heette dat. En dat was gebaseerd op een platte aarde model. En zij hadden die Grugolet, dat betekent Circle of Summers, de cirkel van de zomer. En zij hanteerden die jaartelling. En dat is een, ja, en op die klok die in Praag, daar op die kerk staat, een van de oudste gebouwde klokken, ik meen in 941 uit mijn hoofd. En die geeft dus exact aan de zon en de maan en de beweging van de planeten over een platte aarde. Maar dat Tartaarse Rijk is dus ook mede uitgeroeid daarom en is alles vervangen door het heliocentrische model, oftewel we zweven om de zon heen, wat natuurlijk flauwekul is. Dat is niet oftewel, is het Tartariaanse Rijk dan in oorlog geweest met moderne mens? Want het begin van het heliocentrische model, dat is een beetje 1600. Nou, toen hebben de Jezuïten, die hebben dat toen op een gegeven moment geïntroduceerd, maar dat wil nog niet zeggen dat alle landen dat tegelijk hadden. Dat gaat stap voor stap. Geloof ik, in China is dat toen 16 jaar later, heeft men dat geprobeerd, hè? Want de Chinezen hadden ook een platte aardekalender. Trouwens, ik denk dat iedereen een platte aardekalender had, want die hele toestand met Copernicus vanaf 1543, dat was allemaal nog niet. Dus. Nee, maar de Tartaren, dat was een, moet je voorstellen, dus een wereldrijk met vredelievendheid, met eigenlijk was het één ras, met een hoge cultuur en beschaving. En veel hoger dan dat we denken. Maar er is een nieuwe groep gekomen en die heeft dat eigenlijk gekaapt, om het zo maar eens te zeggen. En ja, die wil dat
die wil dat niet. Dus is dat diezelfde elite, zeg maar, of die, dat soort mensen die nu ook eigenlijk over ons heersen en de mensen het hebben gereset? Ja, dat klopt. Ja. Dus, maar hoe is het mogelijk dat zo'n intelligent volk en groot volk als de Tartaren dan worden verslagen door zulke listige kleine wezentjes als mij? Ja, dat is nog steeds wel een goede vraag, omdat deels is dat, nou ja, het is echt met wapens is dat gebeurd. Met de Bolsjewieken, ik weet niet of je dat iets zegt, die 100 miljoen Russen hebben gedood. 100 miljoen. Dat was de Bolsjewieke tijd en alles wat er. Maar er is een kleine groep, zeg maar, mensen die Tartarië, of het nou in Nederland is, hè, want ook Zwolle, Zoetermeer, Leeuwarden is een star fortress. En dat geldt voor Zutphen, het geldt voor Kampen, het geldt voor Nijmegen, Roermond. Het zijn allemaal star fortresses. En een star fortress, dat is een power symbool. Dat kan ik in de speech leg ik dat allemaal uit. Dan laat ik dat zien waarom ze. Maar dat betekent dus dat Tartarië ook hier geweest is. En vooral Duitsland, Dresden, Berlijn, Frankfurt. Dresden was een groot kapitaal, zeg maar, van Tartarië. En het hele Vaticaanstad, Batu-Kaan heette dat in Tartaarse dingen, zeg maar. Dat was compleet Tartaars. Alleen ik zal je een voorbeeld geven. Ik ben zelf vijf weken in San Francisco geweest. Helemaal, dat is aan de andere kant in Californië. En toen heb ik me verbaasd over de bouw en de enorme structuren en constructen die ik daar zag, wat mij totaal on-Amerikaans voorkwam. En nu ben ik erachter dat er stonden meer dan 10 paleizen en alleen al in San Francisco, wat compleet door Tartarië was gebouwd. En dus nu herken ik het, nu valt het kwartje dat het dus helemaal niet met Amerika te maken heeft. Ja. Maar Frans, klopt onze jaartelling dan wel? Nee, we leven in het jaar 719. Wauw. Kun je dat uitleggen? Want ik heb je dat al een keer in een live van jou horen vertellen. Maar kun je dat uitleggen? Die duizend jaar fout, zeg maar, hè, dat men de I of de J aanzag voor een 1. Dat is wel nu zo vaak aangetoond dat inderdaad. Ja, ik krijg er niet over blijven, is het waar. Dat kun je weten aan de hand van landkaarten. Er zijn heel veel cartografen die hebben dan landkaarten gemaakt. En dan zetten ze op hun eigen kaart bijvoorbeeld 728. He, 728 hebben we gemaakt met een J of een I ervoor. Als je dan in Wikipedia opzoekt, dan vind je diezelfde mensen, maar wel 1000 jaar later. Kijk, dat kan 1 keer gebeuren, maar als je dat continu ziet, dan weet je dat er is. Dat er een systematische fout is. Ik weet nog dat ik op de basisschool, middelbare school zat. En dat inderdaad, dat ik me altijd, dat ik het altijd heel raar vond. Want ik op de basisschool werd mij geleerd. Hè, je had het Romeinse Rijk, rond het begin van de jaartelling zogenaamd. En dan had je gewoon 1000 jaar eigenlijk weer de opbouw van boerderijen en horigen, weet ik veel wat. En daarna kwam een beetje de middeleeuwen en noem het allemaal op. Oftewel, maar dan ga je dus van een geavanceerd wereldwijk Romeins Rijk, ga je in één keer weer boerinnetje spelen, zeg maar, op een heel ander vlak, heel andere manier van ontwikkelingen, weer een beetje soort, noem je dat, die wilde of zo, wilde mensen, het zal wel, maar ik vond het altijd een heel rare tijdlijn inderdaad. Nu die 1000 jaar ertussenuit, dat maakt het allemaal een stuk logischer inderdaad. Nou, ik wist het al een beetje natuurlijk, maar ongelooflijk is dat een ongelooflijke waarheid. Nou is het ook zo dat als je bijvoorbeeld, je hebt software op internet en dan gaan ze dus, kun je terugrekenen, wanneer de wereldpopulatie van nu 7 of 8 miljard, wanneer dat ongeveer 10.000 of 1000 was, weet je wel. En dat is een heleboel software die wijst inderdaad op een periode van, weet ik veel, tussen de 1000 en 700 jaar geleden ongeveer, dat we toen zijn gestart. Oké, een mooie vraag. 1940 zeg jij dat het misschien wel de laatste reset is geweest. Ik weet toevallig van Tartaria dat er inderdaad iets van een CIA-document staat uit de Tweede Wereldoorlog, waarin inderdaad wordt gesteld dat er nooit meer over Tartaria gesproken mag worden, dat ze het uit de geschiedenis gaan verwijderen. Ja. Maar als de laatste reset was in 1940, dan waren dat, mijn oma kwam in 1930, daar hadden we daar toch al misschien meer van geweten, of hoe moet ik dat zien? Nee, je hebt maar anderhalve generatie nodig om, zeg maar, wat gebeurd is, totaal uit het geheugen van de mensen te halen. De oude mensen sterven en de jonge generatie leer je andere dingen. Dus het is vaak een strijd tussen geheugen en onthouden. Dat is wat er gebeurt. Maar men heeft heel bewust, de gebouwen zijn vernield, de constructen zijn vernield, het transport is vernield.
maar het is ook uit de geschiedenis geschreven. De geschiedenis is vervangen, zeg maar, door andere geschiedenis. Ja. En dat betekent dus verzonnen vorstenhuizen, verzonnen. Als je, er zit een Russische professor, Anatol Koloni of zo heet hij, maar die heeft exact aangegeven dat de geschiedenis bij vrijwel alle landen een kopie is van de een van de ander. Dus men kopieert, zeg maar, men moet al 1000 jaar verzonnen geschiedenis. En hij heeft dat heel mooi aangegeven in een document. Ik heb dat hele document, het is een heel uitgebreid ding, maar hij laat exact zien dat je alleen maar aan het kopiëren bent. Dus helemaal aan het kopiëren en huppelijkee weer een land met geschiedenis voorzien. Maar het Romeinse Rijk, Chris, dat heeft nooit bestaan. Ook Romeinse Rijk, Griekse en Egyptische, dat zei Newton trouwens ook al, dat heeft nooit bestaan. Je moet dat vegen onder Tartariën. Ja, maar ik vind het wel een hele goede vraag. Leven er nog Tartaren, vraagt Geertje. Nou, de ether-kwaliteit is natuurlijk minder. Dus de grote Tartaren van, zeg maar, 100, 150 jaar geleden, die zijn er niet meer. Bovendien hebben die landen allemaal een andere naam gekregen. Wat nog wel functioneert, is bijvoorbeeld Turkmenistan met Ashgabat, dat is de hoofdstad. Daar gebruikt men nog steeds vrije energie en haalt men het zo uit de lucht en kost de benzine maar 2 cent per liter. Echt? Nee, hoe heet dat, zeg je zo? Dat staat weer op. Turkmenistan, moet je kijken. En men, hoe heet dat? Sorry, hoe heet dat? Chris wil het even opschrijven, want die vertrekt morgen. Nee, ik ga even over de uitzoeken. Turkmenistan en dan? Ashgabat, dat is de hoofdstad. Nou, dan moet je maar eens even op googelen. Maar die president, die heeft gewoon de Tartaarse methodiek om gratis stroom op te halen. Dat past hij gewoon toe. Ja, nou heb ik ook wel eens een gekke samenwerking gehoord over hoe wij bijvoorbeeld rondvliegen. En dat bijvoorbeeld de techniek achter straalmotoren eigenlijk ook een soort scam is. En dat we eigenlijk op die manier ook gebruik maken van gewoon Tartaarse free energy-achtige technieken. En dat er ook helemaal geen benzine in de kerosine in de vleugels zit. Maar ik weet niet of je daar iets voor weet, maar weet je niks van, denk ik. Nooit van gehoord. Nou ja, de brandstof van toen, ether, dat is dezelfde brandstof van nu. Dus de vliegtuigen, althans de turbinevliegtuigen, dat werkt met geluid. Je moet zien dat trilling geeft. Die dingetjes die in die turbine zitten, die plaatjes, zeg maar, die gaan op. Dat is het gebrom wat je hoort van de vliegtuigmotor. Dat is het trillen van die dingen. Dus eigenlijk vliegt een vliegtuig gewoon op compressed air. Dat is wat het is. Het enige wat ze nodig hebben is een UAP, volgens mij heet dat, is dat om het op te starten op de landbaan. Maar het mooiste voorbeeld geef ik altijd, daarop zit Maarten, een van onze eilanden. Daar staan de mensen wel eens bij die hekken op het moment dat er zo'n vliegtuig gaat starten. Maar die staan dus niet in de rooklucht en die staan ook niet in hitte lucht van de verbrandingsmotor. Die staan puur in wind. Die staan puur, dus het is gewoon de motoren van nu, de turbines, die vliegen op compressed air en niet op benzine. Er zit geen benzine in die vleugels. Dat zou. Ja, dus daar maak ik even naartoe. Dat is een soort kerosine dan. Dus ja. Oftewel, dat is toch wel een statement. Hè? Er zit geen kerosine. Want ik heb wel eens gezien, hè, daar zeggen ze, ja, er zitten zo'n 10.000 gallons zitten erin. En dan zie je dus een tank, eigenlijk wat dat is. Het is een enorme tank met gallons. En dat zou dan zogenaamd in die vleugel zitten. Maar, dat kan helemaal dus, niet. Oftewel, jongens, even voor de mensen thuis. In de vleugels van vliegtuigen zit geen kerosine. Maar het is dus een verborgen technologie, gebaseerd op compressed air, zeg maar. Nou, ook niet verborgen. Iedereen die weet hoe een turbinemotor werkt. Maar over die iedereen denkt dat die hele vleugels met kerosine zitten en dat er zoveel kerosine getankt wordt. Dat is toch al wat, toch? Ja. Dus, nee, dat als dat het vol zou zitten, Airbus 380 met 420.000 liter. Maar je moet je voorstellen aan dat kan natuurlijk nooit de lucht in. Dat gaat niet. Nou ja, goed. Oké, okay, prima, toch gek. Ja. Maar oké, goed. Even terugkomen op Tartaria. Eigenlijk, want dat vond ik ook altijd zo super interessant van eigenlijk al die gebouwen van vroeger. Hè, zogenaamd in 1800 of in 1700 waren we wel in staat om. Ik neem altijd de Dam of de Centraal Station in Amsterdam altijd als voorbeeld. Het zijn hele mooie, zeer gedetailleerde gebouwen en een mooie afwerking allemaal. Maar jij zegt dus inderdaad, zelfs die kleine ornamenten vormen, dat kun je op een bepaalde manier lezen of iets dergelijks.
Nou, die ornamenten, die hebben maar één functie. En dat is het versterken van de elektromagnetische werking door symmetrie. Symmetrie is de sleutel. En je moet weten dat bepaalde vormen, power symbolen, zeg maar, die energie genereren. En het swastika, hè, wat wij dan het hakenkruis noemen, dat is gewoon een enorm sterk power symbool. Alleen het werd door, zeg maar, de elite zo bestempeld dat het een teken van dood en verderf was vanuit de Tweede Wereldoorlog. Maar de swastika werd al eeuwen geleden werd het al gebruikt en ook gezien als een sterk symbool. Dus die kerken en kathedralen vol met reliëf en herhaling is puur bedoeld om de energie en het geluid, dat is nog belangrijker, te pakken en om te zetten in werkbare energie. Kon dus ook vliegen, de Tartaren? Ja. Ja, en waarom hebben we eigenlijk... Voor zover ik nu ben, was teleportatie, dus oftewel van de ene plek naar de andere plek, dat werd toegepast. Juist. En daar zijn de voorbeelden van. En ik weet niet of je dat weet van in 1593, dat die ene soldaat van de Filipijnen, zeg maar, die werd een beetje moe en die deed zijn ogen dicht en hij werd wakker. Even later op het grote Grand Plaza van Mexico. En hij was dus geteleporteerd, zeg maar, naar een ander deel van de wereld. Ja. Maar dat... Ja, ik geloof dat zeker niet. Ik heb in meerdere reportages inderdaad gezien, en dat kun je geloven of niet, maar dat, en inderdaad, dat zie je ook bijvoorbeeld uit de Gate of the Sun, weet je wel, van die antieke volken, die allemaal een soort sterrenpoort-idee-achtige toestand op nahouden. Maar het blijkt dus uit reportages blijkende dat er inderdaad de Amerikanen in een recente zoektocht rondom de wereld inderdaad allerlei portalen hebben gevonden die je kan activeren of kan beïnvloeden, waarmee je dus inderdaad kan teleporteren gewoon. Ja, ik wil het best geloven inderdaad. Hoor. Het teleporteren werd toegepast en wel heel duidelijk ook. En op zich hoeft dat ook nog niet eens zo heel ingewikkeld te zijn, maar je moet wel verstand hebben van geluid, cymatics, magnetisme. En die Tartaren waren niet gek, die wisten drommels goed wat ze deden. Dat is een techniek en kennis die bij ons niet is. Dat leren wij niet. Nee. Dat leren wij niet, maar... Ja, het is ons eigenlijk gewoon afgenomen. Kun je dat zo zien, dat het ons gewoon eigenlijk afgenomen is? Want het was het dus allemaal. Kijk, wij worden opgezadeld met kruimels. Hè, ja. Onze kinderen gaan jaren naar school en die leren dingen. Zoals een periodieke tabel en de geschiedenis. En zelfs de atoomtheorie, met protonen, neutronen, elektronen. Het is allemaal niet waar. Dus eigenlijk wordt de complete Tartaarse cultuur en kennis wordt vervangen door dure kruimels waar we eigenlijk niks aan hebben. Ja, ik heb ook wel eens inderdaad gezien. Ik heb wel eens gezien in reportages dat inderdaad heel veel wapens. Hè, ik heb toevallig hier een Nederlands wapen, zeg maar, een beetje achter me hangen. Je ziet het net niet. Maar hè, de Lode Leeuw en al dit soort ornamentachtige oude familiewapens of wapens van landen, vlaggen van landen, logo's in die vlaggen, dat het eigenlijk opnieuw hergebruikte Tartaarse logo's zijn. Ook die Phoenix uit Amerika, weet je wel, toch? Zoiets? Nou, als je de Griffin, of de, ja, zo werd het eigenlijk genoemd, de Griffin of de Griffin, dat was het symbool en ook ja, het merkteken zeg maar, van Tartaria. Nou had je dan wel, Tartaria was natuurlijk gigantisch rijk, dus bijna de hele wereld, moet je nagaan. En dus er waren natuurlijk wel wat lokale aanpassingen en veranderingen. Maar het mooiste voorbeeld is wel, als je China neemt, hè, we hebben het altijd over de Chinese muur. Maar bij de Chinese muur, daar zitten de schietgaten, zeg maar, die zitten aan de kant van de Chinezen. Dat betekent dus dat het dus niet een Chinese muur is, maar het is een door Tartarië gebouwde muur, zodat de gun slides, zeg maar, die zitten aan de kant van de Chinezen. Dus de Chinezen hebben daar nooit opgestaan om hun land te verdedigen. Het was dus precies andersom. Alleen wat de Chinese regering nou doet, is dat ze in hoog tempo zijn ze die geweer inhammen, zeg maar, die zijn ze aan het verplaatsen van de ene kant naar de andere kant. Nee, echt waar? Dat het dus niet de Chinese muur is. Ik vind het wel een mooie vraag. Foto's laat ik zien van dat ze aan beide kanten zitten.
Dus je moet je voorstellen, hebben de Tartaren en de Chinezen tegelijk bovenop die muur gestaan. En hebben dus elkaar kennelijk beschoten tegelijk. Nou ja, dat is te gek voor woorden. Maar de geschiedenis is een... Ik laat daar heel veel wat voorbeelden van zien, ook in Egypte. We worden op zo'n grote schaal bedrogen met echt klinkklare bullshit en onzin wat men ons verkoopt. En daar komt een heleboel van geschiedenis. Dat is zo voorbij. Dus alles wat in 1850 en later gebeurt, 1900 zelfs, 1920 en 40, men is het nu al kwijt. Die vraag die onder andere in beeld staat inderdaad, dat vind ik wel een goeie, want is er bijvoorbeeld een persoon geweest die Julius Caesar heet, of is er bijvoorbeeld Caesar munten of Romeinse vindplekken, dat moeten we dat allemaal zien als het Tartarië, maar waar komt het hele Romeinen en Grieken verhaal vandaan? Nou ja, hij heeft geen Caesar hoor, dat is Caesar, je ziet de A voor de E staan en daar komt ons woord keizer vandaan. Julius Caesar, zo moet je dat eigenlijk uitleggen. Dat hele Caesar, dat is een Amerikaanse verhaal, maar het is Julius Caesar, weet je dat ook weer. Wow. Er zal natuurlijk best een cultuur zijn in Rome of Griekenland, de Grieken en de Romeinen, nou dat zal er best wel zijn, ja, dat zal er best wel zijn. Alleen de bouw. Zoals de Grieken en de Romeinen dat deden. En de aquaducten bijvoorbeeld die we ook in Frankrijk zien. Het is verdorie allemaal hetzelfde. Dus juist. Je laat exact dezelfde bouw zien. Op plekken uit de hele wereld. En dan kun je wel zeggen. Waren dit allemaal verschillende culturen? En dan vraag je daar aan die archeologen en wetenschappers. Spreek. Zeg ja of nee. Zijn dit verschillende culturen? Ik krijg een hele gekke ingeving. Ook qua muziek. Is hetgeen wat wij kennen als de klassieke muziek, 400 jaar oud, is dat misschien Tartaanse geniale muziek geweest? Nou, muziek. Kijk, in wezen is alles muziek, hè? Alles is trilling. Dus op het moment dat jij de goede trilling afzendt op zaken, dan kun je leviteren. Als jij weet hoe jij een vortex moet creëren, een vortex creëert om zichzelf heen, een negatieve vortex creëert om zichzelf heen een positieve vortex, hetgeen onmiddellijk resulteert in levitatie. Dus het leviteren van objecten, een hele zware objecten, dat is een kunstje als je maar weet hoe je muziek moet maken. Dus wat bij klassieken, dat kenden ze toen nog niet. Hè? Beethoven schreef geen klassieke muziek. Die schreef gewoon popmuziek, alleen wij noemen dat nu klassiek. Ja, ja. Heb je dat een beetje? Dus het is het is de muziek van die tijd. Hè? En ik zou zeggen, daar zit niet die 440 hertz vertekening in, wat ze bewust gedaan hebben vanaf 432 naar 440. 440 is een wanklank, 432 is een gezonde klank. Ja. Maar dat heeft men bewust in die muziekindustrie gedaan en dat voelt niet prettig. Nee, als ik het goed begrijp, dan was het gewoon een ontiegelijk intelligent volk, die Tartaren. Ja, als we het hebben over levitatie, als we het hebben over teleportatie, telekinese, telepathie, waren ze dat allemaal machtig? Ja, maar je hebt wel een rijke ether daarvoor nodig. De ether is eigenlijk het luchtwater, wat alles met elkaar verbindt. En wij denken dat de lucht bestaat uit zuurstof, stikstof en wat edelgassen. Maar dat is niet zo. Dat is ook weer een bewuste truc. Dat wij niet al die starforts, of je nou Leeuwardenpark of Utrecht, wat er ook een is, of Zwolle, Zutphen, Kampen. Het heeft allemaal met water te maken. Nijmegen, Roermond, Maastricht is een starfort. Er moet water in de buurt zijn. Er moet water in de buurt zijn om de machines te koelen van zo'n compleet complex. Maar je hebt het ook nodig, zeg maar, om de energie te genereren. Waarom zijn die gebouwen niet meer in werking dan? Sorry? Waarom werken die gebouwen niet meer dan eigenlijk? Nou ja, die kun je onklaar maken. Je kunt als de gebouwen. Kijk, als jij als jij de kathedralen volzet met glas- en loodramen, dan werkt de functie niet meer. Je hebt geluid. Ik zou jou nu een geheimje vertellen. Als je een stemvork pakt, of een grote bel. Je ziet wel eens een bel. Denk je nou werkelijk dat die gebruikt zijn om mensen naar de kerk te lokken? Nee, dat denken wij, maar dat is niet zo. Maar als je nou een stemvork pakt en je laat hem even trillen, bam, en je houdt hem in de buurt van een magneet, dan slaat onmiddellijk je elektriciteitswijzer uit.
Wauw. Frequentie in combinatie met een magnetisch veld geeft elektriciteit. Dat is de basis. Dus je moet alleen maar geluid maken. Dus laat maar een grote blok geluid maken. Je moet een magnetisch veld hebben. Die gebouwen, die hadden een heel speciale samenstelling. En het wel, ja, een kathedraal ziet er een beetje uit als een soort orgel, zeg maar, toch? Eigenlijk een beetje. Nou ja, die orgel zaten in de... Nou ja, je, ja, kan functie daar een beetje. De ornamenten, de gaten waren nodig voor het geluid. Ja, is natuurlijk. Als de wind daar doorheen speelt, de magiert, dan heb je dat nodig. Het gaat ook om de ruimte within. Het is niet alleen de gebouwen zelf waar we naar kijken, dat is het visuele blikveld, maar we moeten ook kijken naar de ruimte die men om... Dus je kunt waterklankbeelden maken, oftewel beelden van de geluiden van kerken. Het ene kerk resoneert anders dan de andere kerk of kathedraal. Dus stel dat die Tataren wisten, de muren interesseren niet. Het gaat erom waar ze precies moesten bouwen om de holle inside, om die te creëren die nodig is voor een optimale frequentie, zodat in combinatie met de magneten de boel aan de zwingels komt. En dat ze die elektriciteit konden opslaan. Ik denk als je daar 2 dagen op studeert, ja, dan wel langzamerhand begint. Alleen, ja, goeie, die kerken en kathedralen, die hadden toch ook een geneeskrachtige uitwerking? Het waren net wellnesscentra. Bovendien kon water zuiveren. De Egyptische piramiden, waar moesten die Egyptenaren van drinken? Als je uit de Nijl, dat zwemmen ook Nijlpaden, dus dat moet je niet doen. Dus een piramide is ook een waterzuiveringsinstrument. Maar dat is een kathedraal ook. Jemig. Ik heb verteld over hoe groot de energie daar binnen was, zeg maar. En ja, dat ja, ik heb ook wel eens een keer, ik volg het ook de laatste tijd een beetje. Het is inderdaad een heel uitgebreid onderwerp. En voordat je er iets van weet, moet je er behoorlijk ingedoken zitten. Maar dan heb ik een keer een reportage gezien over wat wij kennen en gebruiken als een open haard. Maar wat eigenlijk een heel geavanceerd free energy device is voor de dienst. Kun je daar iets over vertellen misschien? Nou ja, goed, dat was puur ook wel bedoeld om te verwarmen. Alleen je hebt ijzeren ornamenten nodig, dus ijzer, zeg maar, in de buurt, om als het ware die zichzelf verhitten door die elektromagnetische straling. Dus het is niet met primitief met hout en andere dingen. Ben je gek? Nee, die schoorsteen, zeg maar, die genereerde een veld en daarvoor heb je die ornamenten nodig. Maar je moet, vergis niet, in al die gebouwen, er zit ijzer in de binnenkant. Het is niet dat alleen een steen is of muur. Er zit dus een ijzer raamwerk. Dus je mag dat gewapend beton noemen, maar eigenlijk is dat weer een truc, want beton alleen is sterk genoeg. Maar er zit ijzerwerk in die torens. Dat is ook de reden dat die 2 Twin Towers naar beneden moesten. Die zijn nu vervangen door een nog hogere toren die nog meer energie genereert dan de vorige 2. Alle hoge wolkenkrabbers genereren elektriciteit. Het Empire State Building is bedoeld om 5 staten van energie te voorzien. Alleen 1 gebouw, de Empire State Building. Maar is dat allemaal bekend? Columbia, Buffalo, en die werden allemaal door 1 zo'n machine werden die gevoed. Ja, oké, maar is dat algemeen bekende info, die technologie? Nee, want ja. Nou, kijk, wij denken dat de elektriciteit gemaakt wordt in elektriciteitsfabrieken. Precies. Ik heb ze gevonden, die zijn niet eens aangesloten op het netwerk. Ja, dat vertelde je. Dat is pure hout. En ik denk zelfs dat er windmolens niet eens aangesloten zijn op. Het is een primitieve gedachte waarbij men totaal vergeet wat de aardse constructie werkelijk beduidt en hoe die is ingezet. Met welke technieken en voorzieningen. Als je op een bol denkt te leven, ja, dan moet je misschien windmolens neerzetten om wind te vangen. Maar welke kluns bedenkt dat? En dat vind ik wel een mooie. Want die Tartaren zeiden dan de wereld is plat. Maar hoe ziet de ruimte eruit volgens de Tartaren? Dat weet ik niet. Hoe de Tartaren dachten dat de ruimte eruit ziet. Ik weet het wel. Nou, het is puur om de matrix in stand te houden. Ja, maar ik denk zelf... Ik heb zelf altijd de theorie dat het water kan zijn. Wat vind je daarvan? Dat de ruimte is water. Iedereen die een creatie maakt, die heeft altijd een backup om de creatie te vernielen op het moment dat het fout loopt. Dus dat is water of dat is vuur. Als je in een laboratorium bent en je doet een experiment met wat je wil, dan denk je, ja, maar het kan ook mislopen. En dan druk je op de vuurknop of je drukt op de waterknop. Het kan best zijn dat degene die de aardse constructie, zeg maar, heeft gemaakt, dat hij dus een reset button heeft
waarbij de aarde, water is op dat moment wel een goed iets. Maar dat betekent dus dat je water van beneden of water van boven moet halen. Dus dat de aarde, zeg maar, in een constructie zit waarbij buiten het meetbare firmament, oftewel de koepel, dat daar water zit, dat is hier aannemelijk, ja. Oké, okay, nou, en een beetje het teleporteren, is het dan, wij zitten dan blijkbaar in een koepel, hè? Dat wil ik ook echt graag geloven, maar is het dan mogelijk door met teleportatie om te teleporteren tussen verschillende koepels, of is er maar één koepel, of hoe moet ik dat zien? Nou, die gedachte is wel interessant. Ik heb daar niet... Kijk... Ik wil altijd alles weten. Niets uit. In 5D of 7D maakt dat, dan kun je gaan waar je wil. Op het moment dat je dus... Het is niet wat ik gevonden heb, maar... Nou, het is wel een mooie ezelsbrug, want kun je iets vertellen over 5D? Hoe zie jij dat? Hoe zie je die transitie? Hoe zie jij die wereld? 5D is een bewustzijnstoestand. Het zijn geen velden of gebieden of zo. Of het is je eigen bewustzijnstoestand, wat ook de sleutel is tot het oplossing van al deze problemen die we nu hebben hier in Nederland en op aarde. Het is het verruimen van je eigen kennis van zaken en van gebeurtenissen en van bewegingen, wat jou toegang geeft tot de volgende stap. Hè? En onwetendheid, en vooral je verkeren in angst, dat vertroebelt je geest. En dat zorgt ervoor dat je gewoon in een 3D op een laag pitje blijft functioneren. En hoe meer angst, hoe dommere dingen je eigenlijk gaat doen. Ja, ik denk aan die mondkapjes toestand. Mensen denken werkelijk dat beschermt tegen een virus. En dan denk ik, ik kijk ze maar een beetje vreemd aan. Maar even over 5D dan. Hè. Dus, maar is het dan dat wij samen als volk of als samenleving gezamenlijk in die 5D-stroming zitten en we gaan met z'n allen naar een hoger plan? Of is het zo dat jij dan inmiddels, als je een bepaald niveau van kennis hebt bereikt, dat je in één keer die 5D-realisatie hebt of wat dan ook? Nou ja, een mens creëert altijd zijn eigen buitenwereld. Dus op het moment dat jij alleen maar denkt in termen van angst en haat en nijd en jaloezie en dergelijke, dan is dat ook wel de wereld waarin jij bent. En dus ook in wezen jouw ogen nemen op wat er buiten is, maar het wordt de codering en de decodering vindt in je eigen brein plaats. Dus het gaat erom dat als we onszelf in die 5D-situatie plaatsen, hè, met begrip en met saamhorigheid en met dienstbaarheid en liefde, en dan verplaatsen we onszelf automatisch in een andere wereld. Dat klinkt dan gek, maar het is wel de manier waarop het gebeurt. En dan heb je een kritische massa nodig. Hè, ik heb van de week geplaatst van, misschien moeten we van die hele regering niks aantrekken en moeten gewoon alsjeblieft onze eigen gang gaan. Je bent hier toch als mens om je vrijheid te doen wat je graag wil, samen met andere mensen. Hè? En de regering weet dat wij dat beginnen te beseffen. En die zal dus keer op keer, dat zal morgen me niet verbazen als het nog verder gaat, proberen dat tegen te gaan. Hè? Door de grip te versterken, ja precies. Verbinding is nu het einde van alle politieke systemen. Ja, want hoe denk je, hoe zit het met de critical mass in Nederland? Hoeveel procent zitten we, denk je? Nou, weet je wat het punt is? Het bereiken van een 5D, dat kun je zelf thuis doen. Weet je wel, je loopt er niet mee op straat te koop. Dus het is een proces, wat niet, je kan niet zeggen van, willen alle 5D'ers zich morgen verzamelen daar en daar. Zo werkt dat niet. Je kunt het thuis doen en je kunt het samen doen, maar het is wel het uploaden naar het veld. We zijn allemaal verbonden, uw hersenen denken niet, we zijn verbonden met een groot veld, zeg maar. En we moeten uploaden continu naar dat veld, zodat een ander het weer kan downloaden. Dus als wij... Maar Francia zegt nu bijvoorbeeld van, dat kun je gewoon ook thuis doen, dat kun je gewoon samen doen. Maar kun je daar wat handen en voeten naar geven? Want ik snap dat voor een heleboel mensen gewoon als abracadabra klinkt. Van hoe doe je dat dan? Wat kun je zelf doen? Oké, ga niet mee in onzin of angst praat of flauwekul praat. Alleen het enige waardoor je dat kan doen, is dat je, zeg maar, je intellectuele bagage een beetje opkrikt door eens een keer naar dit soort programma's te luisteren of iets. Zodat je zelf wat steviger in de schoenen staat. Maar iemand die alleen maar, met alle respect, naar het NOS kijkt of andere programma's, die Paradise Hotel doet zichzelf niet met een stukje bagage om een nieuwe leugen te kunnen pareren.
Is het dan een kwestie van waarheidsvinding? Yes. Bewustzijn verhogen? Oh ja, de ziel heeft een automatische zoektocht, zeg maar, naar waarheid. Dat brengt een mens in een hogere trilling. Dus dat gaat eigenlijk wel vanzelf. Alleen, je moet het zien dat de tegenpartij, die weet dat ook. Ja. En die zegt van, nou, en die zal dus alles aan doen om de mensen juist in een lagere trilling te blijven houden. Met programma's, met spelletjes, met games die er niet toe doen. Het gaat om winnen, het gaat om de ander vernietigen, het gaat om dat soort dingen. Dus het is en de media is in verkeerde handen. En dat weten we ook, dat is niet in handen van, kijk naar die maloot van zondagavond. Weet je wel, Lubach of zo? Ja, Lubach. Kijk, dus de media is niet aan onze kant. Hè? Ja. Dus de mainstream media. Dus mensen die daar nog in rondbivakeren, hè, en ja, die zitten nog steeds in een staat van desoriëntatie en zullen dus doen wat de eerste beste viroloog denkt, wat we moeten doen. Ja, ik vind het, daar zit ik net ook aan te denken, wat Inge, dat zei ook heel goed, want eigenlijk, wat ik vroeg wou vragen, het vergroten van je kennis, maar naar welke kennis moet je dan op zoek gaan om jouw kennis te vergroten? Wat is nou de juiste kennis om na te streven? Maar, wat Inge al zei, de waarheid. Besef je dus dat alles wat je vertelt tot nu toe is een leugen, en ga zelf op zoek naar de waarheid, dat is de weg naar 5D. Het is niet alleen kennis, want op het moment dat je alleen maar de kennis laat toenemen zonder dat het gevoel en emotie meegroeit, zeg maar. Ja. Dat zijn ook wel foute rampen. Dat is de ondergang van Atlantis geweest. Maar je moet dus gewoon als mens openstaan voor een ander zijn ideeën. En nou ja, ook zelf buiten de valkuil van de media proberen te stappen. En te zeggen, van, nou, ik ga ook eens een keer naar een avond toe. Ik mag dan morgenavond in Assen weer een lezing geven. Komend weekend in Heemstede doe ik er twee. Nou, ga daar eens een keer dan naartoe. En kijk eens hoe andere mensen dit tegen dingen aankijken. Nou, daar kan ik me bij aansluiten, hoor. En ik kan bij deze ook zeggen aan al onze kijkers, en het zijn er op dit moment 266. Zo. Het is echt een dikke aanrader om naar een presentatie van Frans Hessinga te gaan. Ik ben er samen met mijn zoon geweest en het was, ja, echt waar. Wij zijn teruggereden in de auto en volgens mij hebben we de hele rit met de mond open gezeten. We waren zo onder de indruk. We konden beide gewoon samen ook niet in slaap komen daarna. Het spinde allemaal door je kop. Het is zo'n eye-opener. Het was zo super interessant. Dus echt een enorme aanrader om naar een presentatie van Frans te gaan. Nou, dan maak je vaker presentaties natuurlijk. En is het net zoals bij een cabaretier of bij een andere iemand die optreedt. Is het nou zo dat je bijvoorbeeld 3 maanden die presentatie aanhoudt en dan ga je weer iets nieuws doen? Of is die presentatie constant veranderende? Of? Nee, ik heb er nu 3. Zeg maar, de aardse waarheid die loopt al ruim 2 jaar. Is ooit begonnen in Dokkum. Ik denk als ik dat red dan. ik heb dus nu toen de rebirth over dat gigantisme toegevoegd. Dat duurt ook 3 uur. En ik heb dan nu de Tartaria klaar. En ja, dat is ook een zit van ongeveer 3 uur. Dat was echt 2,5 uur. En daarna komen dan vaak heel veel vragen. Dus en ik heb wel, wat ik nog wel ga doen voor het nieuwe jaar, dat is een belofte. Ik ga een samenvatting maken, dus 1/3 platte aarde, 1/3 gigantisme, 1/3 Tantaria. Omdat er een link super vet. Er zit een link tussen. En daar maak ik een nieuw iets van, en dat is voor de theaters. Dat is iets wat je in een theater moet gaan doen, omdat mensen dan in 1 zitting krijgen de highlights van 9 uur presentatie. Worden highlights zijn gepresenteerd. En dat is een, als jij al, Inge, dat is een best een pittige zit ook, maar het gaat wel voor heel veel mensen een eye-opener zijn. Ja, maar die tijd die vloog voorbij, echt waar. Ja. En over ik had er nog wel 3 uren achteraan kunnen plakken, hoor. Echt, het was zo super interessant. Hey, maar ik wil toch even verder gaan over die... Sorry, Chris. Schrijf wel op. Schrijf maar op, anders vergeet je het. Die shift waar iedereen het over heeft... van 21 december. Weet jij daar wat van? Kun je daar wat over vertellen, Frans? Want dat is op dit moment toch wel een hot item waar heel veel mensen over spreken. Hè? En de vraag die ik je zo net ook stelde, van ja, wat kun je dan zelf doen? Nou, daar heb je al een aantal punten heb je benoemd. Ik weet dat er nog een heel belangrijk punt is waar jij het ook toen tijdens jouw presentatie, waar ik bij was, ook over heb gehad, van over het eten van vlees en dergelijke.
hè, wat je zegt, alle informatie die wij tot ons nemen, de valse informatie via de beeldbuis, via de televisie, wat gewoon eigenlijk totale vergiftiging van je brein is, zoals ik het zie. Kun je daar nog wat over vertellen over het eten van vlees? En als mensen het hebben over het reinigen, het detoxen van lichaam en geest voor die overstap van 3G, 3D naar 5D. Wat kun je daar verder over vertellen? Het gevangen blijven in de matrix waar wij nu in zitten, zeg maar als slaaf voor de elite, die heeft 4 componenten. De eerste component is de media. Die wordt toegepast om dit te blijven doen. De tweede component is religie. Door religie probeert men dit in stand te houden. De derde is educatie. En door educatie van onze kinderen worden die bewust opgevoed tot brave belastingbetalende zombies. Om even zo te zeggen. Maar de vierde poot, dat is de voedsel, de nutrition die wij nemen. Dus dit zijn de 4 componenten om de matrix en ons dus als slaaf in die matrix bezig te houden. Dus we moeten opletten dat we niet in één van die 4, natuurlijk niet in alle 4, maar dus en voeding, je zou kunnen zeggen dat Monsanto, die wil natuurlijk graag hebben dat we allemaal vegetarisch worden, want dat kunnen ze bestuderen, dat kunnen ze besturen. Hè? Maar het eten van vlees, dat kan Monsanto niet sturen. Maar kijk, u gaat daar niet dood van. Alleen, ja... COVID wel. COVID kan vlees handen wel stoppen natuurlijk. Dus zorg dat je je dieet verlicht. Zorg dat je licht eet en veel water drinkt. Want u bestaat... goed water hoor, goed water moet u drinken. Niet met fluor. Dat is... De tandartsen hebben dat allemaal geloofd. Hè? Dat fluor zogenaamde gaatjes dicht. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is niet waar. Hè? De mensen die dat nu nog steeds zeggen, dat is niet waar. Maar 21 december, ik heb niks met... Ik weet wel dat de 3 days of darkness... Ja, als er ooit een tijd is dat het darkness is, dan is het wel de winter zonnewende, zeg maar. Waarbij dus helemaal op het buitenhalfrond staat. Dus ook bij 3 days of darkness, dan zit je rond die tijd van 21 december. Ik geloof niet, omdat ik weet hoe enorm geknoeid is met de kalenders van het verleden, de Gregoriaanse, de Juliaanse, de Grugolet die we daarvoor hadden. Het is één chaos wat dat betreft over de jaartellingen. Dus een specifieke datum, 21-12-2020, zegt mij persoonlijk, zegt dat heel weinig. Ik weet wel dat als ze op willen, en ze willen wat ellende uithalen, dan kunnen mensen daar bang voor maken. En hoe meer mensen denken dat iets gaat gebeuren, hoe meer mensen hun gedachten voeding geven aan die frequentie. En frequentie schept vorm. Dit zal te moeilijk zijn, misschien worden we eens. Maar hoe meer wij dus denken dat iets gaat gebeuren, die gedachten bundelen zich en scheppen en maken die frequentie en zullen uiteindelijk ook vorm scheppen. Dus op het moment dat wij denken dat het mooi zal zijn, fijn, dat is echt belangrijk hoor. Gedachten zijn powers, dat zijn krachten. Ja, dus, gedachtenkracht. Ja. Hoe oud denk je dat de aarde is dan? Nou ja, er zijn duidelijke aanwijzingen dat de oudste woestijn is ongeveer 4000 jaar. Het koraalrif bij de Great Barrier Reef in Australië, die is 4200. De oudste boom die we kennen is 4600. Het is heel typisch, het aantal mensen dat we nu hebben, kan in een tijdsbestek van ongeveer zo'n 4500 jaar, kan dat opgebouwd worden. Als het verdubbelt steeds, hè, op die manier. Nou, dus als ik een koolstofdatering, oftewel dat je dus C14, dus het hoeveelheid koolstof in de atmosfeer, wat als iets doodgaat, halveert in de 5720 jaar, is geen betrouwbare methodiek om te dateren. En als ik dan lees dat de Megalodon, dat is die reuzenhaai, die al miljoenen jaren uitgestorven is, en er spoelt er een aan in 2014... Op het strand bij Californië, waar ik foto's en films van heb, die is niet miljoenen jaren geleden uitgestorven. Nou ja, en in mijn presentatie laat op. Ik denk dat de aarde een vrij jonge geschiedenis heeft. Die hele Big Bang van Georges Lemaître uit 1932, moet ik onmiddellijk vergeten. Het is niet waar, het is flauwekul. Dus 18 miljard jaar geleden is er geen Big Bang geweest. 4,3 miljard jaar geleden is de aarde niet ontstaan. Het is sprookjes, far away and long ago, het is flauwekul.
precies. En ook zo'n stad die 80 miljoen kilometer van de aarde, of weet ik veel. Dat is ook een constant. Ja, ik was wat veranderd het getal, dat geloof ik, met de afgelopen 100 jaar. Een paar keer bijgesteld. Maar nou ja, goed, dat is ook wel een mooie vraag binnen dat intelligente systeem. Hè? De zon en de maan, hoe dicht staan die op onze planeet? Nou ja, het zou eens een kwestie van een paar tientallen kilometers kunnen zijn. Ja, slechts tientallen. Want de zon laat hotspots achter op wolken gefotografeerd vanuit een vliegtuig. Nou, het vliegtuig zit op 11 kilometer hoog. En als je dan een hotspot, dat wil zeggen een warmteplek, onder de zon kan fotograferen. Bovendien heb ik heel veel materiaal die dat ook op andere manieren laat zien. In de presentatie komt wel ervoor. Maar dan zit de zon en de maan zitten vlak boven ons. En die cirkelen, die maken alleen maar cirkeltjes boven het platte aarde. Dat is het enige wat ze doen. En zijn de maan dus de ene keer is je wat ver bij de zon vandaan. De andere keer dan staan ze pal bovenop elkaar. Zijn het fysieke objecten of zijn het projecties? Nee, voor mij zijn het geen fysieke objecten. Je kan er ook doorheen vliegen. Het lijken wel een soort focale punten. Dus het iets waar licht samenkomt, zeg maar. Waar straling samenkomt in bundels. Dat zien wij als een object. Maar het zou kunnen zijn dat alleen vanuit ons gezichtsveld is. Want een vliegtuig vliegt niet met pret, zeg maar, door de zon heen. Dat gaat hij niet doen. Tenzij er voor hem op die plek geen zon is. Ik zie Inge knik ja, want er is een film namelijk opname van dat gebeurd is. Ja, ik heb het ook al gezien. Dat het een focaal punt is. Dat wil zeggen voor de mensen, je hebt een vergrootglas en je laat er licht doorheen komen en je maakt je eigen brandgat als het ware in papier en in hout. En dat is wat we ook aan de bovenkant zouden kunnen zien. Het is dus een kwestie van lenzen. Dus maar Frans, wat zijn sterren dan? Want daar heb ik jou ook een keer iets over horen vertellen. Dat ze ooit dat firmament hebben geprobeerd op te blazen. Dat er dan allemaal beschadigingen in zouden zitten. En dat wij dat dus waarnemen als sterren. Nou, dan heb ik een voor mij hele belangrijke vraag. En ik weet dat er meerdere mensen zijn die vraag stellen. Want ze hebben mij daar een pb over gestuurd. Inge, heb jij ook die bijzondere ster gezien? Ja, ik zie ook die bijzondere ster. Ik woon nu 35 jaar in mijn huis. Af en toe dan sta ik buiten een sigaretje te roken, want ik rook niet binnen. En kijk, ja, echt ernstig. Ze rookt. En ik was er meer dan een jaar helemaal af. Maar goed, door al deze stress in de wereld ben ik weer begonnen. Maar daar gaat het even niet om. Dan sta ik dus altijd buiten, achter huis, en dan kijk ik altijd naar de lucht. En sinds kort, tenminste sinds het mij is opgevallen, en ik sta daar dus al 35 jaar, staat er in één keer een hele heldere, knalgele... Gele, ja, toch gele. Ster. Ik ook. Heel groot. Hij is heel groot en hij is geel. Alle anderen zijn wit. Sterren worden altijd afgebeeld als geel, maar ik heb nog nooit een gele ster gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar nu staat er dus echt een gele ster die gewoon, nou, ik denk wel 4 tot 6 keer zo groot is als de normale sterren die wij zien. Wat is dat? Wat zijn sterren in zijn algemeenheid volgens jou, Frans? En dan wil ik zo meteen ook nog naar die vraag of die opmerking die onderin staat. Dus die laat ik even staan, want anders vergeet ik het. Ja, prima. Nou ja, wat typisch is bij de sterren, dat is echt heel belangrijk, is of ze staan allemaal in focus, of ze staan allemaal niet in focus. Dat wil zeggen, je kunt niet ook fotograferen waarbij de ene dus vaag is en de ander scherp. Dat lukt dus niet. Dus of ze zijn allemaal tegelijk, op dezelfde moment, hè, of zijn ze allemaal scherp of zijn ze allemaal niet scherp. Dat duidt erop, met DT is dat, dat ze eigenlijk op dezelfde hoogte boven de plane zich bevinden. Want als jij vanuit de trein een foto maakt, jij mag ook stilstaan hoor, maar de boom in het begin is scherp en op de achtergrond is vaag. Of de boom is onscherp en de achtergrond is scherp. Dat kan ook nog, hè? Vaag zijn. Maar de sterren zijn allemaal, dus het lijkt net of het dus een soort projectielaag is, zeg maar, die van lichten die op de doom vastzitten. Want wat ik dus wel nu aangeef, naar mijn informatie, is dat de doom draait. Die draait en daarmee creëert hij het elektromagnetische veld, wat de aarde dus, nou ja, nodig heeft, zeg maar, voor haar functioneren. Dat betekent dus dat alle sterren, de maan en de zon, met dezelfde snelheid boven ons circuleren. En dat gebeurt ook.
Het vreemde, als je nou goed naar de sterrenhemel kijkt, en je ziet dat het ook, nou ja, het beweegt ook, het draait natuurlijk, maar allemaal met dezelfde snelheid. En dat zou nooit kunnen op het moment dat de ene sterren dichterbij staat en de andere heel ver. Dichterbij zijn de sterren zou je zien vertrekken en de buiten de ster dan verder, die zie je gewoon stilstaan. Maar wat is dan een vallende ster? Wat wij waarnemen als een vallende ster? Nou ja, er gaat wel eens wat kapot boven. Elektromagnetische storingen lijkt het wel een beetje. Nou ja, bijvoorbeeld. Dat, ja. Ook over kometen bijvoorbeeld heb ik wel eens gehoord. Dat kometen eigenlijk altijd zijn waargenomen. Dus één keer in dezelfde tijd. En dan altijd in dezelfde soort, met dezelfde soort constellations. Weet je wel, die sterren. Als het allemaal op die positie staat. En het lijkt alsof het een soort, ja, niet een glitch, maar een soort wisselwerking is. Elektromagnetische straling. Of wat is die tegelijk? Is het ook niet zo dat de koepel waarschijnlijk uit meerdere bewegende lagen of of is het een massief geheel? Nee, het bestaat uit lagen. Wat jij net zei, elektromagnetische lagen, een soort plasma-achtige lagen, zo moet je dat ongeveer gaan zien. Zo moet je dat gaan zien. Het is geen glas of zo, wat erboven zit. Dat is het niet, maar het zou. En wie heeft dit allemaal gemaakt, denk je? De slimmerikken, het gaat om wezens die misschien de aarde gebruiken als een soort energievoorziening. Wij mensen geven licht. En alles wat licht heeft, gaat dood. Oftewel, dat verliest leven. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Alles wat licht heeft, dus als je Kirlian fotografie doet van een appel of van vlees of van mensen, en je geeft licht, dat licht betekent dat je leven afgeeft, zeg maar. Dus wij mensen, wij veroorzaken behoorlijk veel energie, zodat het anderen daar in abundance, in overvloed, van kunnen leven. Zeg maar. Maar ik kan jou geen antwoord geven op wat voor wezens die aarde hebben geconstrueerd. Het moet wij geen toegang toe hebben. Juist. En nou is het natuurlijk, dus het moet wel een intelligente intelligentie zijn die hierachter zit, lijkt me inderdaad. Ja. Goed zo. Die de codering afgeeft van wat de natuur moet doen. Oké, maar is dit nou, het is toch een vraag die dan elke keer weer terugkomt bij me, is dit dan een systeem waar wij vrijwillig in zitten? Of is dit het leven zoals het bedoeld is? Hè? Zoals jij dus je lichaam met reïncarnatieproces en jij kiest hiervoor? Of en dit is de constructie die het mogelijk maakt? Of is dit een soort gevangenis waarin wij als zielen gekaapt zijn en ingestopt zijn? Nou, dan komen we op een lastig terrein. Je moet kijk, de mens is een koolstof gebaseerde levensvorm. En die komt in verhouding tot silicon, komt u maar 1 op de 1000 voor. Dus dat wij eigenlijk bestaan op aarde uit koolstof, we are carbon-based lifeforms, dat is eigenlijk een vreemde uitzondering. Het lijkt net of de oorspronkelijke kristalschijf, zeg maar, van aarde niet bedoeld was voor dit soort leven. Dus dat betekent eigenlijk dat de koolstof beings die wij zijn, van een latere, veel latere tijdstip komen. Het lijkt wel, toen de aarde, die is afgegraven, er is een enorme spullen is hier weggehaald. De aarde is een soort verlaten mijn, zeg maar. Maar het lijkt net of we nadat men de schijf verliet, en dat de aarde aan het lot is overgelaten, en pas dat daarna, zeg maar, de menselijke vorm is begonnen te ontstaan. Maar is niet de oorspronkelijke vorm hier van aarde. Of hij is hier geplant, gewoon letterlijk. Ja, dat kan ook, ja. Maar wel uit een soort inferieure kwaliteit. En daarom wordt dat 666 ook op ons toegepast. 666 is immers de 6 protonen, 6 neutronen en 6 elektronen van het koolstofelement. En daarom noemen ze ons het 666, oftewel het inferieure, oftewel het beest. Maar degene die dus dit gecreëerd heeft, die was dus zelf niet van koolstof. Dat moet dus haast wel een silicium gebaseerde levensvorm zijn geweest. Juist, oftewel een soort reuzensteen. Zo zou je dat kunnen noemen, ja. Maar is het dan ook een manier waarmee je met onze creator in contact kan komen? En wat die satanische elite blijkbaar allemaal uitvoert, om dus met wezens of intelligenties, bestaat dat, denk je? Nou, ik denk dat wij Bashar, ik weet niet of je die kent. Ja, natuurlijk. Die noemt ons de masters of limitations. Oftewel, de mens is eigenlijk de meester in van de beperkingen. Dus dat betekent dat wij, ondanks
wat we allemaal niet kunnen, het toch heel goed doen. Ja. En dus als je ziet dat ons hersencapaciteit maar voor een deel gebruikt wordt, en bij de mondkapjes dragen nog iets minder, omdat er minder zuurstof helemaal... Yes. Okay. Maar dat we ook ons DNA, dat voor een groot deel niet actief benut wordt, dan zijn wij dus gelimiteerd. Wij zijn dus bewust afgesneden van onze volle potentie. Maar hoe kunnen we daar weer dichterbij komen? Is dat mogelijk? Sorry? Hoe kunnen we daar weer dichterbij komen? Je zegt, we zijn afgesneden. Maar is er een manier waarop je daar weer dat meer kan gaan benutten? Nou ja, je zult... voor een goede... nou... voor een deel is dat lastig. En waarom is dat lastig? Omdat wij... De taal die wij hanteren, dus de Nederlandse taal, Duits, Engels, maakt dat maar niet uit, is eigenlijk een verknipping, is eigenlijk een verzwakking van de oorspronkelijke karoenen of roenen, symbolieke taal die men oorspronkelijk had. Dat betekent eigenlijk dat elk woord Engels wat we uitspreken, of elk woord Nederlands, eigenlijk een codus afgeeft aan ons eigen DNA, die zelfstandig beslissingen neemt, en zich dus versterkt eigenlijk in het foutieve. Nou, als dit iemand dan nog begrijpt, dan... Ja, ik begrijp dan, want als dan... Ik kan het aardig volgen. Ja, ik snap inderdaad... ook dat sommige mensen zoiets hebben van... Waar heeft hij het aan? De taal is dus verhaspeld en verknipt. Ja. En dwingt ons eigenlijk ook in het elementaire, in het basisgebruik. Ja, ik heb het ook wel eens gehoord, maar eigenlijk... Met frequenties creëer je vormen. Nou, net zoals dat je dus met water kun je inderdaad hele bijzondere foto's maken van watermoleculen die bepaalde frequenties hebben toegezonden gekregen. Ja, ja. Oftewel, door het feit dat onze taal zo verknipt is, het zijn eigenlijk altijd toverspreuken wat je uitspreekt. Woorden betekenen dingen. En eigenlijk maar, ik zit het een beetje op te samen te vatten, zeg maar, te beseffen. Dat is wat die Tartaren ook goed wisten, ja. Die hadden een basistaal waar zij mee communiceren, maar dat was een soort symbolieke taal. En in die taal konden ze veel meer communiceren met vorm. En dus op Inge's vraag van hoe kunnen we hieruit? Nou ja, proberen zeg maar een beetje waarheid te onderscheiden van wat niet werkt voor u. En als u twijfelt met uw brein, vraag aan uw hart of het resoneert. Dat is al het begin. Er zijn mensen die bezig zijn met de ontwikkeling van een derde oog. Hè? Dus om meer waar te nemen dan de val van de twee fysieke ogen, waarbij we alleen maar 3D constateren. De waarheid komt in het licht. De twee ogen, dat is een bio-implant. Dat is een bio-implant van de matrix. Zo moet u dat zien. Ja. Net als uw neus en mond en tassen, zeg maar, dat zijn bio-implantaten die ons in staat stellen te functioneren in dit veld, in deze matrix. Maar als we het dan hebben over je pijnappelklier, je derde oog. Je zegt net van er zijn mensen die daarmee bezig zijn om dat meer te ontwikkelen. Hoe doe je dat? Kun je daar handen en voeten aan geven? Het Runvalo Melchizedek, die had daar een trucje voor. Die zei van, als je maar lang genoeg met het puntje van je tong tegen je gehemelte een bepaalde draaibeweging maakt, dan schijnt het nog wel te gaan lukken. Ah, nee, maar kun je dat bereiken door je af te sluiten van flauwekul. Daar begint het al behoorlijk mee. Dus juist. In lichte sfeer, in goede muziek of trilling, warmte, energie, zorg dat je veld is waarin je je goed voelt. En probeer alles wat niet resoneert met je, probeer dat af te stoten. Ik snap wel dat in de praktijk lastig is, want je moet wel naar je werk en je moet misschien zelfs een mondkapje op. En eenmaal je dat, eenmaal je zus. Maar je had het zo straks ook over veel water drinken, zuiver water. Nou, we weten allemaal dat er fluor aan het water is toegevoegd. Die zorgt voor verkalking van je pijnappelklier. Dus dan kan je hem ook niet ten volle benutten. Dus als we het dan hebben over detoxen, dan denk ik toch, als je het dan hebt over bijvoorbeeld water drinken, om alleen gezuiverd water te drinken. Dat gewoon heel erg belangrijk is. Geen fluoride tandpasta te gebruiken. Geen huidverzorgingsproducten te gebruiken. Zoals deodorant. Wat helemaal vol zit met aluminium. Want daar wordt het alleen maar erger door.
Ja, maar dat is wat ik bedoelde met punt 4. De nutrition, oftewel de producten die men ons aanbiedt. Ik heb van de week iemand gezien die had een pak met cornflakes. En die gooit het op zijn bord en dan pakt hij een magneet. En dan gaat hij met die magneet door de cornflakes. En blijft het er gewoon aanplakken. Weet je wel, het is gewoon met ijzer. IJzer is toegevoegd aan het eten. Ja. Dus als mensen gewoon beginnen met gezond eten. En kijk, eigenlijk gaat het lichaam eerder dood aan datgene wat je niet eet dan aan wat je wel eet. Dus als je een keer slecht eet, of dat kan haast niet meer. Want ik geloof dat nu ook de restaurants niet... Goed, mensen lichtwezen, sungazing. Sorry, sungazing. Wat vind je daarvan? Ja, maar dan vooral 's ochtends vroeg en 's avonds laat. Hè. Overdag zou ik Ja, maar is dat... Dat kun je wel leven? Het is direct zonlicht op je ziel. Ja. Het is... De sungazing is zeer aan te bevelen. Ja, en dat kan zelfs in combinatie met een behoorlijke vermindering van je ontbijten, diners en lunches. En kun je kort uitleggen hoe je het... Heb je het wel eens gedaan trouwens? Nee. Want hoe zou je het moeten doen eigenlijk? Ja, ik denk dat jij voor zonsondergang... voor zonsondergang en vlak na zonsopkomst... dat je dat dan een 20 minuten tot een half uur doet. Maar dan echt letterlijk in de zon kijken. Ja, echt in de zon kijken, niet wegkijken. Ja, gewoon echt focussen. Op dat moment is de zon nog ver weg... Ja. Nee, hij komt al steeds dichterbij. Hij gaat niet hoger. Hij komt alleen dichterbij, maar dat lijkt alsof hij hoger gaat. Maar als je dat dan doet, dan dat moet je gewoon doen. Ik heb iemand gesproken in Kampen onlangs, die dat zei. Frans, u wist niet, want je weet hoeveel energie ik had. Heeft hij verminderd. Zelfs, maar alleen op een lege maag kan het lichaam genezen. Hè? Alleen als de maag leeg is, kan het lichaam genezen. Ja. Dus wat hij doet, is dat hij continu een lege maag heeft. En misschien moet je daarom ook wel een nuchtere maag hebben, voor als je naar de ziekenhuisbehandeling gaat. Altijd een nuchtere maag. Dat heb ik heel vaak gehad. Dat is ook meer voor bloedonderzoek, zeggen ze altijd. Ja, goed. Maar goed, sungazing nog eventjes. Is het dan eigenlijk het moment dat hij dus net opkomt en eigenlijk nog niet zo fel is of zo? Simpel? Want het lijkt me dat... Dat staat niet ver weg. Dus als jij... Hoe dichter die bij komt, dan moet je dat niet gaan proberen. Dat zijn onze... Dus voordat het pijn doet, moet je stoppen, zeg maar. Nou ja, daar kom je zelf wel achter. Dus. Als je echt in de volle zon gaat kijken, dan kun je gewoon echt blind worden. Als je echt in de volle zon gaat kijken, dat is gewoon echt heel erg slecht. Maar als je dat net doet nadat de zon is opgekomen, of vlak voordat hij ondergaat. Dus hè, nou ja, als je het doet als hij ondergaat, dan ben je al te laat. Want hè, dan kan je nooit 20 minuten in de zon kijken. Maar ja, het is dus 20 minuten voordat hij echt ondergaat. Of 20 minuten. Daar vinden mensen ook misschien wel een zonsondergang zo romantisch en liefdevol en mooi om te zien. Dat heeft er absoluut mee te maken. Ik fotografeer al jaren de zonsondergang, dus ik kan erover meepraten. Het menselijk lichaam heeft een veiligheidje ingebouwd. Als je bijvoorbeeld een inktvis neemt, een octopus, als je die zeg maar naar boven zou halen en in de zon laat kijken, dan zijn ze ogen binnen enkele minuten verblind. Bij hem is het zo dat het bloed zeg maar achter de retina zit en bij mens zit dat ervoor. En dat is een bescherming, want een octopus zou onmiddellijk blind worden, zeg maar, in dat zonlicht. Dus er zit al een soort beveiliging ingebouwd, maar je moet het niet overdag gaan doen, simpel klaar. Dat is een comment van Simone Strating. Die zegt, ook je ogen worden beter. Het klopt. Dus waarschijnlijk kun je je ogen er ook weer mee herstellen met het zonlicht. Als je gewoon... Het maanlicht dan. Het maanlicht is kouder, is koud licht. Althans, het heeft een iets minder meetbaar effect als het zonlicht. Althans, het is wel meetbaar. Maar heeft het maanlicht dan daarnaast ook nog andere potenties? Nou, als je te lang naar de maan kijkt, dan kun je een beetje maanziek worden. Maar... Maanziek? Een lunatic, dat is een gek in het Engels. Ja. Nee, maar het is inderdaad kouder licht, dus fractioneel, maar zonlicht is positief licht en maanlicht is negatief licht. Het maanlicht is dus niet een reflectie of een weerkaatsing wat men ons leert van zonlicht. Dat is het dus niet. De maan heeft dus haar eigen licht, heeft haar eigen lichtbron. En het is mij niet bekend of dat... maar de straling die de maan afgeeft, die kan mensen wel
onrustig maken. En dat ding aan die weerwolf en dergelijke. Dat gebeurt natuurlijk wel bij volle maan. Bij volle maan maken mensen niet goed. Zal deze kennis ooit doordringen tot het mainstream wereld, denk je? Sorry, weet je nog één? Zullen deze waarheden ooit algemene kennis worden? Alle ideeën en waarheden komen op de tijd waar de mensen ook aan toe zijn. Dus er is nu, kennelijk, door die hele coronatoestand, anders hadden we nog waarschijnlijk hetzelfde gedaan als in maart. Er is nu wel heel veel veranderd. Ja. Je kunt zeggen of het nou wel of niet goed is, daar gaat het even niet om. Maar heel veel mensen hebben nu toch wel in de gaten van grutjes, klopt dit allemaal wel en dit kan toch niet? En de ene zegt dit, de ander zegt dat. De WHO stelt het sterftecijfer bij van 3,42 naar 0,13. Is er dan niemand die ook in de Nederlandse regering die tv kijkt en die zegt van, ja, maar jongens, dan hebben we toch helemaal geen reden voor een pandemie. Dan is er alle bodem, alle basis voor welke rare, idiote maatregel is dan toch ook weg. Hè? En, dus ik hoop dat door het delen en verder delen, en ik zal ook mijn eigen best doen om zoveel mogelijk de mensen ook naartoe te gaan en nou ja, dingen proberen uit te leggen. Ik weet ook niet alles, maar daar gaat het niet om. Maar we moeten dit zo doen en door blijven gaan. En dan kan het wel heel snel gaan werken, ook. We moeten niet denken dat er niks gebeurt, hoor. Dat echt niet. De twijfel is al een eerste stap. Ja, waar je echt heel gelijk in hebt, is dat je inderdaad sinds corona zijn mensen zo, hebben zo'n klap in het gezicht gekregen van wat gebeurt hier allemaal. En staan inderdaad veel meer open voor dit soort theorieën. Ja. En daarnaast hebben mensen er natuurlijk ook veel meer tijd voor gekregen. Hè? Want ze zijn uit die rush van de dagelijkse beslommeringen. Ze gaan nog veel meer tijd krijgen ook trouwens. Ja, zeker. Straks zit iedereen thuis. Absoluut. Als je een prettig leven op aarde wil hebben, moet je maar drie dingen doen. Stap 1 is leer te onthaasten. Ja. Stap 1, leer te onthaasten. Stap 2, ontwikkel je zelfliefde. Probeer jezelf lief te hebben. Pas dan kun je ook de andere mensen lief hebben. En punt 3... weet je plek, zeg maar, in relatie tot de natuur. Denk niet zelf dat je ver boven de natuur staat. Maar die eerste vooral, leer te onthaasten. Dat wordt ons op allerlei manieren afgepakt. Het werk, het ritme, de trein, de snelle meer. Het moeten, constant het moeten. De deur al uit, weet je wel, op tijd, dan heb ik het over 4-5-jarigen. Het is supermooi afsluiting. Supermooi. Om dat onthaasten zo moeilijk mogelijk te maken. Kan je ze nog één keer alle drie herhalen? Want ik vind het heel belangrijk. Nou, stap 1, leer te onthaasten. Dus leer te onthaasten. Stap 2, ontwikkel zelfliefde. Alleen met zelfliefde kun je het uitstralen naar anderen. En punt 3, ontdek je plek met de natuur. De natuur is zo belangrijk voor een mens. Wij zijn zelf een natuurverschijnsel. Wij moeten goed kijken naar planten en bomen en dergelijke, wat die doen. En wij moeten onze rol daarin proberen te begrijpen. Want als wij denken dat staat allemaal los van ons, dan hebben we niet een prettig leven op aarde. En misschien is wel het allerbelangrijkste, dan kijk ik maar even diep in de camera. Het gaat er in het leven niet om wat jij leuk vindt. Het gaat er in het leven om wat de rest om je heen, de planten, dieren, de bomen, de mensen, of die jou leuk vinden. Want als dat gebeurt, gaan de planten, de dieren, de bomen en de mensen voor jou aan de slag om het jou prettig te maken. Maar iemand die zijn hele leven vervult met na te streven wat hij zelf wil, wordt een onuitstaanbaar iemand voor zijn complete omgeving. En dat hebben heel veel mensen niet in de gaten. Probeer de anderen, maar ook de dieren en de natuur, probeer die maar te plezieren. En dan denkt die natuur, want die kunnen ook nadenken, god, wat een prettig iemand, laat ik eens wat terug doen. Heerlijk. Prachtig. Hier sluiten we mee af, Chris. Ja, dit raakt mij echt in alles. Ja, man. Dit zijn echt hele inspirerende woorden, absoluut. Ik vond het een supermooi gesprek. Dankjewel. Ja. Ik was een beetje moe, dat geloof wel. Maar... Ja, je was een beetje moe. Dan ga ik wel helemaal weer. Dan ben ik als jij eenmaal op dreef bent, Frans, dit was echt een fantastisch gesprek. Ik heb genoten van het begin tot het eind. Ik denk
Ik ben je er echt heel dankbaar voor dat ondanks je vermoeidheid dat je toch bij ons bent gekomen en dat je toch deze ja, prachtige lezing eigenlijk weer hebt gegeven. Ik heb nog één mededeling. Als mensen nou willen weten waar ik ongeveer ben, www.francesnega.nl, daar zet ik voor continu de agenda op. He, dus ja. Ook straks in Alkmaar ben ik nog een keer en nog een keer weer in Kampen en Nijverdal staat op het programma. Dus op www.francesnega.nl, daar staat op waar ik de komende maanden in het land ben. Ja, en mochten mensen dat vergeten, dan kunnen ze het ook altijd nog aardig op je Facebook terugvinden. Ja, dat is ook prima, dat is ook goed. Nou, ik vond het heel mooi zo, echt fijn. Ja. Ja. Ik ook. En als jij over 2 weken weer een beetje in de rust komt, dan ga ik je weer benaderen voor weer een vervolggesprek. Want ja, echt waar. Ik weet, er zijn zoveel mensen die naar jou vragen, wanneer komt Frans weer, wanneer komt Frans weer? Dan zeg ik, ja, die beste man heeft het druk. En wat zo grappig is, is jij krijgt niet alleen maar pb'tjes van mensen wanneer je even niet live bent geweest. Zo van, gaat alles wel goed met je Frans, leef je nog? Maar ik krijg ook pb'tjes van, Inge, weet je ook wat er met Frans aan de hand is? Want we missen hem. Dus dan kun je nagaan hoe geliefd je al bent bij de mensen. Ik vind het prachtig. Hey, lieve Frans, dank je wel. Heel veel succes met de presentaties waar je mee bezig bent en die je allemaal nog gaat geven. En met al het onderzoekwerk, wat je nog allemaal gaat doen. En tot snel en super bedankt voor vanavond. Ik wil ook al onze kijkers weer heel hartelijk bedanken. Je weet het. Nu op dit moment nog met de derde zaal is ook open. Dus is op 227 nu nog steeds. Het zijn er ook al veel meer geweest vanavond. En ik wil iedereen vragen om ook deze uitzending weer in alle groepen te delen. Met al je vrienden, kennissen, geliefden en vooral ook met alle slapers. Want wie weet... Ja, vooral maak mensen die het niet weten nog, inderdaad. Precies, precies. Oké, okay. Bedankt. Mensen, bedankt en tot ziens. Tot ziens. Dankjewel allemaal.